beste kijkers, leuk dat jullie weer kijken. We zijn onderweg naar Ochten en we gaan op uitnodiging van Fruitpark Hotel en Spa filmen. En als je nou denkt, dit hotel, dat wil ik ook boeken, klik dan op de link onderin de tekst. En je weet het, hè, na het kijken, even liken en abonneren. Tot zo! We hebben een suite met een Frans balkon. Een leuk zitje hier. Als je die stoelen omdraait, gordijnen open, de deuren kan je helemaal open slaan. En dan heb je een mooi uitzicht op het park. En ja, er is hier van alles te zien. Dieren, en een fruitpark, speeltuin daarvoor. Hier is een grote televisie. Een groot tweepersoonsbed met stopcontacten naast het bed en leeslampjes. Kast met extra kussens, een soort van wekkerradio of zo. En extra handdoeken die je ook kan gebruiken voor het zwembad en voor de wellness. En je kunt ook bij de receptie kan je badjassen en slippers halen. Die mag je gewoon gratis gebruiken, dus dat is wel mooi. Hier is de thermostaat. Een Nespresso-apparaat en nog een waterkokertje voor je kopje thee. Een koelkastje en hier zit ook een fruitsapje in, wat je gewoon mag opdrinken. Kluisje, wok, spiegel. En dan gaan we de badkamer bekijken. Helaas, plastic bekertjes, ingepakt in plastic. Jammer, kan ook glas zijn. Hier alle shampoo en zeepjes. Een föhn zit hierin. En hier om de hoek zit de douche, een regendouche en een handdouche. Ziet er allemaal heel netjes uit. Op de vloer ligt laminaat. Nou, prachtige kamer hoor. Ja, er is hier genoeg te doen om het hotel heen en in de omgeving. En dat gaan we jullie natuurlijk allemaal even laten zien. En ook de rest van het hotel. Dus kijk met ons mee. Het hotel is een jaar oud. Heeft 31 kamers. Een minder valide kamer. En ook een bruidssuite en familiekamers. Dit is zo'n lift dat je moet blijven indrukken. Spelletjes doen. Kijk, hier is een shoebak. Je kan ook fietsen huren, ook elektrische fietsen. En er is ook een mixed golfbaan. Er is genoeg te doen hier. Kamer. Voor het hotel kan je gratis parkeren. Er is een oplaadpunt voor elektrische auto's en er is een fietsenstalling. En er zijn zalen voor feesten en partijen en voor vergaderingen.
Het Fruitpark Hotel is een 4-sterren hotel. Het heeft ook verschillende faciliteiten zoals fitness. Maar je kan ook hier in de salon lekker een massage of een schoonheidsbehandeling nemen. Vergeet niet om je badkleding mee te nemen, want hier is een zwembad. Maar er is ook een infraroodcabine en een sauna, maar dan moet je dus wel je zwemkleding aan. Er is ook buiten nog een terras. En een lekkere zithoek hier. We hebben lekker geslapen hoor. Ik hoorde wel wat gestommel van kindervoetjes ergens. Maar goede verduisterende gordijnen. En een heerlijk bed. Een goed matras. Het is een fijne doucheruimte hoor. Lekkere douche, goede straal. Helemaal niks op aan te merken. We zitten hier in een buitengebied en ze hebben nog geen glasvezelkabel. En dat is te merken aan je internet. Vandaar dat we niet konden Netflixen. Dat gaat eind 2020 gebeuren, hoorden we. Goedemorgen vanuit het Fruitpark Hotel in Ochten. Ja, we hebben hier een leuk verblijf gehad. Ja, heerlijk. Ja, het is ook een heel kindvriendelijk hotel. Er is van alles te doen voor kinderen. En ze hebben natuurlijk ook die familiekamers. Dus als je kinderen hebt, kan je zeker ook hier goed terecht. Hier in de omgeving heb je nog het Oude Hans Dierenpark. Dat zit op 12 kilometer afstand. Ja, we zitten hier in de Betuwe. Dus het is natuurlijk een prachtig gebied om te wandelen en te fietsen. En je kan bij de receptie kan je gratis wandel- en fietsroutes krijgen. En ze hebben trouwens bij de receptie ook een gratis shuttle service naar het dichtstbijzijnde station en naar de restaurants in de omgeving. Trouwens ook nog het personeel. Hartstikke vriendelijk en behulpzaam. En bedankt ook voor de uitnodiging die we hebben gekregen om hier te mogen filmen. Ja, nou, ervan uitgaande dat het met de wifi wel goed komt eind van dit jaar, krijgt dit hotel van ons een zeer goed. Ja, ga zo door. Doei. Doeg.